is dramatisch als gewoon iemand met een geweer of met een gun op de eerste verdieping van je huis staat. Dat is gewoon heel erg. Tijdens een live uitzending op het YouTube kanaal van Maurice de Hond werd trendwatcher Vincent Everts woensdag door 3 jongens in zijn eigen woning in Nieuw-West overvallen. Fuck you, wat is dit nu? Wat is er? Wat is er? Bitcoins. Wat? Bitcoin. Ik heb helemaal geen bitcoin. Ik heb bitcoins. Er staat hier iemand, loopt hier met een. Ik ben hier in de uitzending. Er loopt hier iemand met een. Moet ik de politie waarschuwen? Er stond er 3 jongens naast me, waarvan 1 met een handpistool. En die richter zei, bitcoin, geef me bitcoin. En ik zei, man, wat wil je nou bitcoin? Van, ik heb helemaal geen bitcoin. En je bent überhaupt in de uitzending, waar we dan mijn camera eraf trok en mijn laptop naar beneden gaan. En de uitzending dus beëindigd was. En Maurice en Kees Smaling van Siemens daar opeens achterbleven. Dus dat helpt inderdaad. Mijn dochter was erbij, mijn zoon was erbij. En ik werd gewoon heel erg boos. Ik zei gewoon uit mijn huis. En ik kan jullie helemaal niet helpen. Ga naar huis. Nou, en op een gegeven moment, na wat schermutselingen, zijn ze gewoon weggerend. Ze waren binnengelaten omdat ze een pakketje hadden. Net deed alsof ze een pakketje hadden. Dus mijn dochter had ze binnengelaten. Ze kwamen hier binnen en ze kwamen hier gewoon eisen om bitcoin. En ze bedreigden mijn kinderen. Ze vroegen naar mijn vrouw. En hoe was het voor uw familie? Ja, het is gewoon traumatisch. Het is gewoon echt, het is jouw gevoel voor veiligheid in je huis en dat soort dingen. Dus we waren nu wel blij dat we gewoon goede camera's hebben. Maar we hebben honden, maar we willen nu een grote hond hebben. Dus je probeert natuurlijk toch jezelf te beschermen en dat trauma en daar iets mee te doen. De politie is nog op zoek naar de daders.